hier voor Wageningen. Wageningen heeft een zekere reputatie opgebouwd als cupfighter. Of ze dat in Eindhoven ook waar zouden maken, dat kunt u straks gaan zien. Ik vertel u eerst even dat in de tweede helft Deasy de vervanger was voor Stevens bij PSV. Bij de beelden uit Eindhoven krijgt u commentaar van Herman Kaaphof. PSV Wageningen voor de beker. En in de achterhoofden van de PSV'ers zit waarschijnlijk nog die 3-2 nederlaag. Die PSV tegen Wageningen voor de beker leed. Dat is twee seizoenen geleden. En het gebeurde dan wel op de berg. En dat is heel iets anders dan hier in Eindhoven. PSV spelend van links naar rechts in deze eerste helft. Allemaal in de maillots op René van der Kerkhof daar. PSV zelf de opstelling als zondag tegen Vitesse toen het zo moeilijk was. En Wageningen met Stanley Biesch weer in de ploeg. Van der Kuilen in de diepte, maar Lupsen liep buitenspel. Schop Wageningen. Biesch. En een goal! Volkomen onverwacht. Een Jan van Beveren die nog alles behalve warm was. En die totaal niet in de gaten had dat die bal naar de hoek ging. En al in de eerste minuut door een doelpunt van Kees van den Berg, de nummer 2, staat Wageningen op 1-0. Poortvliet. Van der Leij, Poortvliet. Thomas wacht te lang en René van der Kerkhof werd gevaarlijk. In de 20e minuut. Braam. Stanley Biesch. Stanley Biesch kan doorgaan. De misser van Ernie Brand. Stanley Biesch heeft een prima kans op een goal. En hij scoort inderdaad. Stanley Biesch van Wageningen zet zijn ploeg op 2-0 in de 20e minuut. Een buitengewoon verwarrende gang van zaken voor het machtige PSV. Van den Berg. Braam. Goed vrijgespeeld op links. Aardige trekbal. En ingekopt in 3-0. Niet te geloven. Menting zorgt voor 3-0. Niet te geloven. 10 minuten voor rust. PSV op een 3-0 achterstand. Dijkers. Voorgetrokken door Van der Kuilen. Corner. PSV's zevende corner. 10 minuten voor rust. René van der Kerkhof. Nee, uit het doel gehaald. Met het hoofd op briljante wijze door Tollenaar. Mentink na een halve misser van Stevens. En weer doet Van Stevens tevens iets verkeerds. Mentink gaat er alleen door. Mentink, als je nu schiet, scoort hij. Ja! 4-0 voor Wageningen. Nou. De verdediging van PSV. De trotse leider uit de Eredivisie. Zo lekker zijn mandje. En hier wordt een feestje aan de zijlijn gevierd. Met Mentink de man die Wageningen op 4-0 zette als feestelijk middelpunt. Dijkers. Poortvliet. Van der Kuilen. Aan wie kan hij hem kwijt? Zwakke paas. Alle PSV'ers zo te zien delen in de malaise. Oh, weer een misser van Van Kraaij. Onbegrijpelijke misstrap. Biesch met Mentink. En er komt een derde man op. Mentink gaat zelf, heeft kans op 5-0. Mentink, naast. Van den Berg, goede paas. En corner via Poortvliet.
Van den Berg, een korte corner, krijgt hem teruggeschoven. Gaat nu met de linkervoet voortrekken, doet dat knap. Bal blijft een beetje hangen in de lucht, Hazelhekken. En dan komt de kans en het is weer. Nee, geen goal. Bisch, Van den Berg, Van Ozenbrugge. Dat is toch leuk gedaan, dat is knap gevoetbald. Van Ozenbrugge. Kijk eens even, die draait daar even om Willy van der Kerkhof heen. Een Europese beroemdheid. Stanley Bisch, ook hij. Heel goed gedaan, Van Ozenbrugge. Nu moet de voorzet komen. Daar is hij, nu moet er geschoten worden. Dat had een goal moeten zijn, meneer Menting. Dat had een goal moeten zijn. Dan was het 5-0 geweest. Nu kon Van Beveren nog redden. Zeer knap spel van Wageningen. En ook in de tweede helft. Niet eens een ideale afwerking, want dan was het voor PSV nog veel erger geweest. Dizzy. Dijkers. Bedoel terug naar Dizzy. Bal komt er op geen meters. Van Kraai. René van der Kerkhof. Veel loopt over René van der Kerkhof. Van der Kuilen en de goal. Het eerste PSV-schaap is over de dam. Een goede voorzet. Een trekballetje min of meer van René van der Kerkhof. En voor het eerst eigenlijk vanavond dat Van der Kuilen echt goed uithaalt. En dan is het ook meteen raak. Vrij schop van Van den Berg. 23e minuut. Menting in de lucht geklopt door Krijg. Paas van Thomas. En een hakje van Hazelhekken. Braam. Nog steeds Braam. Nu trekt hij hem laag voor. Krijg. Oh, weer slecht weggewerkt. Schot van Hazelhekken. Het smoort. Maar wat een kans was het weer. En opnieuw Stanley Bisch. Scherp voor. Daar komt de kans en de goal. Voor Wageningen, Hazelhekken en opnieuw was het achter bij PSV een zeef van zeer grote afmetingen. Hazelhekken. Braam. Menting. Van den Berg. Daar is de voorzet. Ook hier weer een kans. Menting gaat scoren. Ja! Ongelooflijk! Menting 1-6. 27e minuut, Jan Menting zet Wageningen op een 6-1 voorsprong. Nou ja, hier zwijgt elk commentaar. 10 minuten voor tijd in volkomen verloren positie liggend, PSV. Vrij schop, René van der Kerkhof. Ingekopt, weggehaald door Suvé en nu overgekopt door Lupsen. Krijg van der Kuilen. Daar is het schot. Uitstekend en in prachtige stijl. Zeer klein vastgevangen door de uitblinkende keeper Harry Suvé. Suvé. Brands. Van den Berg. Uitstekende opening op links. Naar Braam. Braam. Menting is voor. Hazelhekken kwam mee en het is corner. Anderhalve minuut voor tijd, deze corner van Stanley Bisch. Op de sloffen van den Berg. Hazelhekken raken links naast. Theoretisch is het nu tijd. Maar Beck telt nog iets bij, dat is duidelijk. Intussen mag, wat mij betreft, dit fantastische Wageningen dat nu het eindsignaal begroet gekroond worden als de superieure winnaar. Een ploeg die nota bene Budding en Fransen heeft verloren dit